Goedendag, mijn naam is Aart, raak met een kern van een homomorfisme. Als phi van geen h een homomorfisme is, hier heb je geen h en maak het een homomorfisme, dan blijkt, dan noemen we de kern van phi, kern f, namelijk welke elementen? De elementen van g, dus g elementen van g, zodra je dat phi van g wordt afgebeeld op het neutrale element van e, dus e in h. Dus hier heb je ergens eh. Dan heb je alle elementen van g die worden afgebeeld op eh, noemen we de kern van phi. Dat is de kern van phi. Ja. Nu, als het een isomorfisme is, onthoud, is een 1-op-1 relatie, is uw kern altijd het neutrale element van de eerste verzameling. Dus de kern van phi is dan de 0, de e van de eerste van g. Ja. Dat betekent dat e ligt altijd in de kern en ben onderzoek kunnen we nog andere elementen hebben. Bij een isomorfisme heb je maar één element in de kern, namelijk het neutrale element van de eerste verzameling. Dat is dus de kern van een verzameling. Ja? Dus EG wordt afgebeeld op EH. En EH is dan het neutrale element van de tweede verzameling. Dankjewel, bye bye.